Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. 1, 2, 3, fuck it. Het is vandaag moederkesdag. Even misschien de muziek afzetten, want anders krijg ik misschien copyright claims. Maar het is moederkesdag vandaag. En zelfs ik heb bloemetjes gekregen van Niels. Super lief, hier zijn ze. Kijk hoe mooi. Zo cute. Omdat ik mama ben van twee... Oei, het regent net. Shit. Van twee hele mooie furry babies. Waarvan eentje hier ligt. De andere loopt hier. Wij gaan zo meteen even naar Celine en Nick. Want die houden hun gender reveal vandaag. Ik ga daar niks vullen, maar dan gaan jullie wel bij hun kunnen zien. Ik en Niels weten al wat het wordt. Dus we gaan ook niet bij de gender reveal zijn. Want je mocht maar met 10 mensen buiten en hun familie komt. Alleen Nick zijn ouders en Celine. Haar ouders en dan de broers en zussen, denk ik. Dus daarom gaan we er niet bij zijn, want anders dan is dat meer dan 10 mensen. En dat lukt niet. Maar we weten het toch al. We weten het al van in het begin. Allee, in het begin, want toen zij het wisten. Direct. Maar heel spannend natuurlijk voor de rest van de familie. En dat gaan jullie wel bij hun kunnen zien. Maar nu zie ik net dat het regent. Dat is ook wel stom. Ik denk wel dat ze dat onder een afdak gingen doen. Ineens echt zo... regen. Het is heel te droog geweest. Ja, echt stom. Maar ik ga dus wel even naar daar met Niels om de foto te maken. Die ze op hun Instagram gaan zetten. Celine had dat gevraagd. Dus we gaan snel de foto maken. Gewoon. En dan gaan we naar mijn thuis, naar mijn ouders. Want ook daar vieren we moederdag. En we gaan een barbecue doen buiten. Dus ik zie nu met die regen, ik weet niet hoe dat gaat gaan. En anders denk ik dat we in de chalet gaan. Want in de chalet kun je alles openzetten. Echt al die deuren en zo. Dus dan zit je eigenlijk ook wel buiten, maar heb je toch een dak. Dus ik weet nog niet wat we gaan doen, wat mijn papa heeft geregeld. Maar we zullen het zien, hé. Dit zijn trouwens mijn mama haar cadeaus. Ik heb een badjas met haar naam erop. En dan hebben we mijn papa, mijn zus en ik samengelegd voor een Philips airfryer. Want dat wou ze graag, dus dat gaan we afgeven. Maar ik kreeg dat niet ingepakt, omdat ik niet genoeg inpakpapier had. Dus dat gaan we zo geven. Kijk, ik heb snel mijn haren weggekruld. Trouwens ook een nieuw parfum. Moet ik even laten zien. Amber Infusion, dat is van de Zara. Ruikt echt heel lekker. Wel een klein beetje tikkeltje, zo mannelijk ook, maar wel echt lekker. En nu ga ik me aandoen. Het is warm, maar het regent. Dus what are we going to wear? Mijn outfit. Ik ben weer voor zwart gegaan. What's new? Zwart met bloemetjes is van Totally Too van een paar jaar geleden. 2 jaar geleden, denk ik. Oké, ik ben toch aan het twijfelen of ik dit kleedje ga aandoen. Het is nieuw van Totally Too. Ik denk dat dat woensdag online komt. Zo'n heel mooi groene kleur. Dat is ook wel heel cute. Ik weet het niet. Misschien toch zwart, want dit is wel dik, ietsje dikker zo. Oké, we zijn onderweg van bij Celine en Nick naar mijn ouders nu. Joi, barbecue. Per zinnen, hè. Jij ook? Honger. Honger, ja. Ik heb ook wel honger, eigenlijk. Ik heb ook niet veel gegeten vandaag, nog niet. Nee. Allee. Korrelflakes deze morgen. En dan boterhammetjes nog, smiddags. Dat is echt weinig, eigenlijk, hè. Ik heb dat niet gegeten, boterham. Nee? En jij was aan het gamen, heel erg. Ik heb alleen maar yoghurt met granola. Ja. En voor de rest niks vandaag? Ja, 3 rijstwafels. Barbecuen en papa kennen, dat zal er wel
warmte. Ik heb van boven heb ik goed, ik heb van onder warm. Ja, dan moet je broek uitdoen. Ja, voilà, dat gaat hij. Short aandoen. Dat heb je kunnen niet. Doen. Hoe heb dat niet? Ik heb toch vorige zomer heel vaak ja, short. Ja, maar nu bedoel ik heb nu toch geen short bij. Ah ja, nee, maar ja, ja voilà. Thuis toch nog dat kunnen halen dan. Oh. Mannen, hè, dan zeg ik het over vrouwen. Ondertussen terug thuis. Ik heb nog foto's gemaakt even met Niels die ik nog moest doen. We hebben echt veel gegeten. Oh, ik zit echt nog altijd prop. Ja, ik heb ook wel gemerkt. Want ik denk niet, ja, het is nu 6:50, maar avondeten gaan we gok ik niet meer doen, hè. Ik moet niks meer doen. Nee. Me neither. Dus, Nee, dat is precies de mee-eater, de mee-eater, mean-eater. Is dat niet een man-eater? Ah, nee. Mean-eater. Make you work, boy. Make you turn. Ja, ik weet het. Ik heb trouwens iets aan mijn lip hier. Dat doet pijn, zo rood. Ik weet niet wat het is. Je voelt ook zo echt een bolletje. Denk een pukkel. Oké, ik ga hier de vlog afsluiten, want we gaan de zetel in, de mol kijken, finale. Ik denk dat het Sven is. En ah, de kriebels. Niels denkt dat het Anne-Lotte is. Anne-Lotte gaat zijn. En heel Sven benieuwd. Sven is te opvallend. Ja? Ja, of misschien is dat een druk, dat kan. Kan. Zullen we het zien, hè? Zullen we het zien. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk, dus zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. Ik weet trouwens niet als er deze week nog vlogs gaan komen. Sowieso vrijdag niet en woensdag weet ik ook nog niet, want vanaf morgen doen we weer niks. Ik ben weer op kantoor aan het werken en Niels is weer aan het werken in de garage. Donderdag, hè, tuinhuis in elkaar zetten. Ja, maar ja, kunnen ze komen filmen. Dat komt dan voor volgende week. Hè. Ja, okay. Of misschien dat ik deze week inderdaad, als we donderdag het tuinhuis in elkaar zetten, dat ik die voor vrijdag online ga zetten. Dat kan ook wel zijn. Dus als er woensdag geen vlog is, don't shoot me. Als er vrijdag ook geen vlog is, don't shoot me nog niet. En dan zal ik proberen, een verlengd weekend, dat we misschien eens een terrasje gaan doen als het weer mee zit of zo, weet ik veel. En dan zal ik dat filmen. Dus tot volgende keer!